Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Corner komt en blijft daar een beetje hangen. Daar komt Karabach goed weg. Ja, het was toch gevaarlijk met Heida, die daar mee was, de captain van Pilsen. Aan zijn voet niet echt goed tegen de bal kreeg. Jankovic betrekt Garayev in de opbouw. Wadji kan daar wegdraaien en ze kunnen doorgaan. Nog een kans voor Kadi in tweede instantie. De eerste keer Karabach na 5 minuten. Twee goede mogelijkheden na elkaar. En voorlopig geen goal. Wadji, de Senegalees. Dat is goed uit de lucht gehaald. En dan komen ze dan net tekort om deze bal in het doel te verwerken. Weer een gevaarlijk standje. Met een van de centrale verdedigers die daar kon uithalen. Wadji. Een tijdje niet meer gezien, maar nu een tegenprik met Zubir. Wadji aangespeeld. Die kan afwerken. Doek is scherp. Maar misschien meteen moeten kunnen trappen. Soms in een scherpe hoek moeilijker voor een doelman. Maar nu maakt hij het zichzelf wat moeilijk. Hier trappen. Ja, dan heb je misschien iets meer kans. Zit er nog één tikje bij. Echt een aanval die tot in de 16 meter loopt. We hebben nog niet te veel gezien de jongste minuten. Nou, dat was op de bal getackeld van Mosquera. Vezovic deed er weer een hele schep bovenop. Buga. Mosquera kan laten lopen. Tweede zone, Gori kan hem terugleggen. Daar was Kopits, denk ik, met de kop. Hij geraakte er net niet goed bij. Ja, inderdaad, Kopits. Jankovic, die weer mee achterin trekt. Durfde het spel ook niet naar voren te verplaatsen. En zo begint deze tweede helft. Als een dode periode die we ook gekend hebben in de eerste helft. Gori kan daar een bal onderscheppen. Maar wordt daar stevig aangepakt door Husseinov. Kadi. Wat moeite om die bal klaar te leggen, toch het schot. Goed een minuut spelen. Kadi. Maar meteen 3 man rondom hem. Dit is goed gedaan van Zubir. Het schot is net te zwak. Nou, wat mij dan? Husseinov. Een beetje in paniek. Dan krijgt die bal nog mooi tot bij Bayramov. Zubir mee aan de linkerkant. En hier centraal Ozobic. Goeie parade van Staniek. Het beste schot. Wel op afstand dat we in deze partij al gezien hebben. Komt van Filip Ozobic.
Goeie save. Naar het stadion weer. Goed dan wel wakker. Tenminste de mensen erin. Bayramov. Krijgt de bal terug van Zubir Bayramov naar het centrum. Kadi gebruikt goed het lichaam even uit evenwicht. En gaat dan een balletje plaatsen. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.